Ik ben Kenny Martens, wonende te West-Vlaanderen Pittem. En ik ben zaakvoerder van Vitroplena. Vitroplena is eigenlijk een studiebureau. Wij doen vooral engineering en ontwerp, maar dan specifiek voor constructief glas. Dus eigenlijk glas in de architectuur, maar eigenlijk ook daarbuiten. En daarop doen wij dus eigenlijk studiewerk, engineering, ontwerp, maar ook expertise, opdrachten en testing. Vitroplena is eigenlijk ontstaan uit mijn doctoraat. Dus ik heb eerst een doctoraat afgewerkt aan de Universiteit Gent. Met als topic eigenlijk structurele glazen liggers. Dus daar hebben we eigenlijk balkensystemen ontwikkeld in glas om daken, wanden en façades te gaan dragen. Maar ook dus om gehele frames mee te gaan bouwen. En eigenlijk uit dat idee is eigenlijk Vitroplena ontstaan en dus eigenlijk onze focus op glas. Want het was eigenlijk altijd wel de bedoeling om eigenlijk echt in iets heel innovatiefs te kunnen onderzoek doen, zodanig dat er eigenlijk wel eventueel een bedrijf mee te starten viel. Hè, dat we eigenlijk iets kon, een product konden ontwikkelen die we op de markt kunnen gaan zetten. En daarbij zijn we dus bij die glazen liggers gekomen en begonnen met het aspect glas in de bouw, hè, waarbij dan we eigenlijk heel innovatief glas gaan toepassen in de bouw. Wij willen eigenlijk het glas de lasten doen dragen. In plaats van het eigenlijk gewoon als een passief element, als een standaard raam, zeg maar, in een kader te gaan toepassen, willen wij dat echt actief gaan toepassen en dat glas eigenlijk echt structureel laten doen werken. Het is misschien zelfs al een beetje cliché geworden, want het was ferm onderschat. Maar eigenlijk naast die economische opleiding en die ingenieursopleiding en dat verder studeren enzovoort, mogen we zeker ook niet vergeten dat al die technische profielen, aan de technische school, bouwvakkers enzovoort, tekenaars, materiaaldeskundigen enzovoort, lassers, ik noem maar beroepen op, die blijven ook wel superbelangrijk. Ze zijn misschien wel bezig met 3D-printen in beton enzovoort, maar nog altijd zijn al die profielen heel hard nodig. Zeker ook in de glassector. Glaszetters, mensen die praktische zaken kunnen uitvoeren, zijn ook heel belangrijk.